Dank u wel. Ja, ik begin even heel anders dan tot nu toe. Want ik heb vanmorgen via de post bericht gekregen. Ik heb een taakstraf van 15 uur. Het is gelukkig helemaal buiten de publiciteit gebleven. Ik moet 15 uur verplicht naar heel Holland Bakt kijken. Ik zal het zo voorlezen. Ik heb een akkefietje met onze pakketbakker gehad. En daar heeft hij een lichte aarsbeschadiging bij opgelopen. Want ik heb namelijk mijn eigen pleidooi gehouden. Ik ben niet zoals Socrates in staat gesteld ook mijn eigen oordeel te vellen. Maar wel mijn eigen pleidooi. En waar vind je tegenwoordig nog een advocaat? Wij hadden... Dus ik sta daar zo achter. Ik zeg, wij hadden iets te vieren, edelachtbare. De mannen hadden zonnepanelen gelegd. De wereld zou weer een stukje duurzamer worden. En mijn vrouw zei tegen mij... Ga jij even iets lekkers bij de bakker halen? Mannen, waar hebben jullie zin in? Nou, zei één, een moorkop zou er wel in gaan, mevrouw. Ga jij even 4 moorkoppen halen, zei mijn vrouw. Edelachtbare, ik heb een traumatische ervaring bij onze banketbakker. Ooit vroeg ik een keer of hij bokkenpootjes had en toen zei hij, nee, ik loop altijd zo. Ik zeg, luister vriend, ik ben in dit dorp de komiek en jij de banketbakker. Ik ben er in geen 10 jaar geweest, ik had er geen zin in. Maar mijn vrouw zei, ga nou maar, misschien houd je er iets aan over voor je programma. Dat zinnetje heeft niet alleen mijn carrière, maar ook mijn huwelijk gered. Ik kom de winkel binnen, het is hartstikke druk. En ik plaats besnuikt, zoals een bekende Nederlander betaamt, mijn bestelling. De banketbakker herhaalt met luide stem. Dames en heren, onze dorpscomiek Freek de Jonge heeft zojuist 4 moorkoppen besteld. Kennelijk is hem de maatschappelijke discussie rond racisme, LBGTQRSTV-discriminatie en genderemancipatie ontgaan. De moorkop zit niet langer in ons assortiment. Wij kunnen, meneer de Jonge, de moorkop niet langer in overeenstemming brengen met ons geweten. Dat zei hij, edelachtbare. Wij hebben ons verdiept in het verleden van de zwarte medemens. Een verleden waar wij blanken, en als banketbakker ben ik door het opstuivende meel dubbel blank, diep en diep voor moeten schamen. De Zwarte Piet discussie heeft ook in de banketbranche zijn sporen nagelaten. Zo zijn wij van harte meegegaan in de noodzakelijke eufemisering van ons assortiment. Wat tot nieuwe woorden heeft geleid als banketletterknecht en reetveegpiet. De bokkenpoot zal voortaan over de toonbank gaan als geitenlesbo. De negerzoen wordt een zwarte kus en voor chocoladeflikkers mag u een naam verzinnen. Ik was met stomheid geslagen, edelachtbare. Wat mag het dan zijn, vroeg de banketbakker zalvend. Mag ik onze duurzame, genderneutrale, multiculti, gluten- en suikervrije, biologisch dynamische, politiek correcte cake-cups suggereren? Nou, zei ik toen, geef mij die banketstaaf maar. En dan wil ik graag dat je hem even persoonlijk aankomt reiken. En dan wil ik even dat je je omdraait, dat je gebukt gaat staan, je broek laat zakken, zodat ik hem in één klap achter in je reet kan stikken. En nu heb ik... 15 uur taakstraf, edelachtbare. Opa. Ja, Limo. Ik zit tegenover een 16-jarige jongen. Hij noemt mij opa, maar hij is mijn kleinzoon niet. Hij is mijn pleegkleinzoon. Mijn kleinkinderen noemen mij Popie. Ik heb mij, om nog iets van mijn leven te maken, opgegeven bij de stichting OMPRO. OMPRO staat voor ongeleide projectielen. En Limo is een ongeleid projectiel. Hij is niet alleen aan de lachgas. Hij brengt ook geheime pakjes rond en is gedoemd om als martelaar te sterven. En we zitten tegenover elkaar in de bekende verhoudingen. Ik spreek de taal van de macht, hij zwijgt uit machteloosheid. Onze blikken schampen elkaar. Als af en toe onze ogen even bij elkaar blijven, dan slaat hij zijn hoofd naar beneden en ik kijk omhoog. Het schiet niet op. Ik probeer spanning te doorbreken door te zeggen, Limo, zal ik een stukje voor je dansen? En ik wacht het antwoord niet af.
En ik begin. Maar ja, we hebben allebei een ander muziekje in ons hoofd. Dus het sluit niet echt aan. Hij trekt zijn capuchon over zijn hoofd. Dan maar iets over vroeger. Ik zeg, Limo, mijn vader was dominee. Dus net zoiets als imam. De eerste keer dat ik in een moskee was, was die imam zijn contactlenzen kwijt. Wij zoeken. Later bleek dat hij 5 keer per dag zijn contactlenzen kwijt was. Limo kan er niet erg om lachen. We kwamen in 1951 vanuit Workum naar Zaandam en we werden voorgesteld aan de baas van mijn vader. Dat was een president kerkvoogd. Hij was ook directeur van een verffabriek. Hij was chef d'équipe van de Nederlandse zwemploeg bij de Olympische Spelen in 1948 in Londen. De beroemde speler van Fanny Blankenskoen, die er 4 gouden medailles won. 4. En die kreeg toen, als dank van de burgemeester van Amsterdam, een fiets. Ik vind het belangrijk dat Limo dat soort dingen weet. Want als straks de allochtone razzia's komen en iemand vraagt aan hem, wat kreeg Fanny Blankenskoen van de burgemeester van Amsterdam? Dat hij dan kan zeggen, een fiets. Oké, ja, loop maar door. En als ik word voorgesteld aan meneer Sabel, de president kerkvoogd, haalt hij uit zijn zak, zijn vestzak, een speldje van de Olympische Spelen van Londen. En drukt dat in mijn hand. Beetje stevig, doet een beetje pijn. Maar het is wel mijn kostbaarste bezit. En dan moet ik er meteen bij zeggen, ik had nog niks. Dat was in die tijd zo, je had niks. Tegenwoordig, een kind van 1,5 jaar is al niet meer terug te vinden in de box. En ik nam een speldje mee, want we gingen in 1952 met vakantie naar Texel. En in 1952 waren de Olympische Spelen in Helsinki. En ik wist dat Fanny Blankenskoen weer mee zou doen. En ze zou misschien wel 5 gouden medailles gaan winnen. En we zaten bij de radio op de hooizolder. En we hoorden een stem zeggen, luisteraars in oost en west, noord en zuid. Ter land, ter zee, in de lucht, of waar ook ter wereld. Hier is Dick van Rijn in Helsinki. Luisteraars, ik heb een vervelende mededeling voor u. Ik heb zojuist gesproken met de teamarts van het Nederlands Olympisch Team, dokter Mostert. En dokter Mostert heeft moeten verklaren dat mevrouw Blankenskoen zich teruggetrokken heeft uit alle onderdelen van het atletiektoernooi in verband met de steenpuist op een vervelende plaats. Mijn wereld stortte in. Ik begon juist een beetje te begrijpen wat topsport was. Ik had me verheugd op de wedstrijden en nu liep ik boos alleen het strand op. En in blinde woede smeed ik mijn speldje in het zand. Blind, want ik heb het nooit meer terug kunnen vinden. En ik vroeg aan Limo, wat is jouw kostbaarste bezit? En hij sloeg op zijn broekzak en ik wist dat daar zijn knipmes zat. Die jongen is opgegroeid in een gewelddadige omgeving. Zijn vader sleurt zijn moeder aan haar haren door de kamer. Een loverboy tyranniseert zijn zusje. En het pistool van de man waar hij geheime pakjes voor rondbrengt, heeft al een keer of 4 tussen zijn wenkbrauwen boven zijn neus gestaan. Waarom gebruik je lachgas? Leuk. Wat is leuk? Lachen. Aanknopingspunt. Ik zeg, Limo, ik maak de mensen al 50 jaar aan het lachen. Zal ik je mop vertellen? Een grap, een wiets, een joke. Een histoire. Ik denk, laat ik maar gewoon beginnen. Er zit een groep boeren in een café in het oosten des lands herinneringen op te halen aan de demonstraties op het Malieveld. En ze herinneren zich het moment waarop ze Wilders op die trekker hebben gehesen en dat Wilders met een brede armzwaai zegt, jullie zijn allemaal helden. Nou, dat vinden die boeren helemaal niet. Een held, jongen, een held. Weet je wat een held is? Dat is een F-16-piloot die op 3000 meter hoogte bommen op kleine dorpjes in het Midden-Oosten laat vallen. Dat zijn helden! En de boeren zitten de ene kopstoot naar de andere weg te werken. En dan komt een politiewagentje aangereden met 2 agenten. Die dimmen de koplampen en die zetten de auto een beetje uit het zicht. Die slaan de pet en een slag naar achteren, laten de stoelen wat zakken en gaan zitten wachten. En dan komt de boer naar buiten. Het is sluitingstijd. En die boer die komt naar buiten, die is vergeten dat er 3 treden waren die heeft genomen bij binnenkomst. Want die slaat voorover het café uit. En laat de sleuteltjes van zijn trekker uit zijn rechterhand schieten. En gaat vervolgens in het donker op zoek naar die sleuteltjes. En als hij ze eindelijk gevonden heeft, is hij dermate gedesoriënteerd dat hij niet weet waar zijn trekker staat. Intussen verlaat de ene boer naar de andere het café. En die agenten kijken elkaar aan en knikken. En als eindelijk het hele parkeerterrein leeg is, alle boeren, staat er nog 1 trekker. En die boer denkt, nou, dat moet de mijne zijn.
En hij klimt erin en inderdaad, als hij dit contact maakt, komt er een grote roetwolk uit zijn uitlaat. En die agenten rukken op en die zetten hun wagentjes voor de trekker en die zeggen even beneden, even blazen. En die boer, die blaast en die agenten kijken verbaasd. U heeft niks gedronken, klopt, zegt die boer, ik was vanavond de Bob. Limo snapt hem niet. Hij was de Bob. Hij had niks gedronken. Hij speelde dronken, zodat al die andere dronken boeren gewoon weg konden rijden. Ik geloof dat wel meer hem niet begrepen hebben. Hij nam de politie in de maling, Limo. Limo kijkt mij lang aan en zegt, opa, zou jij misschien nu een stukje voor me willen dansen? Als je bedenkt, ongelooflijk als je bedenkt dat Trump begonnen is met een brek en bed en breakfast. Ik kan het niet uit mijn brekken. Met een bed en één. Trump is begonnen met één bed en breakfast. Is niet waar, hoor. Nee. Trump heeft in de eerste 1000 dagen van zijn bewind heeft hij 13.000 keer gelogen. 13.000, volgens de kranten is dat 13 keer per dag. Volgens Trump zelf 12. Die Trump, hij heeft ook wel aardige dingen gezegd. Hè? Eén ding over fundamentele moslims. Vind ik wel leuk even met u te delen. Trump zei, kijk, die fundamentele moslims, die beweren wel, he, dat je je aan de Koran en aan de islam en aan de sharia en aan de woorden van de profeet moet houden. En dat betekent dat je de islam moet brengen met het zwaard. Maar zij komen met een Kalashnikov afstandsraketten met vliegtuiggebouwen invliegen en bomgordels. Dat klopt niet. En dus wil Trump over de hele wereld ruilstations instellen waar de moslims hun zware wapens kunnen inruilen tegen een zwaard. En dan mag het best een beetje leuk zwaard zijn, zwaard van Damocles of met diamanten. En dan mogen wij, volgens Trump, de wapens houden waar wij in geloven. Voor helemaal niet zo gek. Ik heb het zelf verzonnen, maar ik denk ik leg het in zijn mond. Dan klinkt dit geloofwaardig. Bed and breakfast, zegt u niet. U kent het toch wel van de televisie, bed and breakfast? Expeditie Robinson voor bejaarden, zal ik maar zeggen. Dat er opeens zo'n echtpaar zo'n kamer binnenkomt. Meteen moet bukken, omdat het plafond altijd nogal laag hangt. En die vallen dan van de ene verbazing in de andere. Die zien dan een reproductie van Van Gogh en hem. Beetje schuin afgesneden in verband met het dak, dat zo gaat. En toen, kijk, dat ben ik. Hoe kan het nou? Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Dat ben ik. En spiegel, oh ja, het is een spiegel, mooie spiegel. En daar, kijk nou toch buiten, daar heb je buiten. Heb jij buiten ooit zo mooi van binnen gezien als hier? De man ligt inmiddels te stuiteren op de 8 matrassen van het bed. En dan opeens gaat er een kastdeur heel voorzichtig open. En er komt een heel eng persoon tevoorschijn. Theo Hiddema. Theo Hiddema heeft een bijna onzichtbaar gehoorapparaat. Heeft u het wel eens? Nee, kan je nagaan hoe bijna onzichtbaar het is. Nee, dat is de nieuwe markt voor de opticien. De brillen zijn, Nederland is brilverzadigd. Elke Nederlander heeft 5 brillen thuis. Dus ze hebben zich nu gestort op de hoortoestellen met een audicien.
Ik vind dat hoortoestellen en bijna onzichtbaar, dat heeft meer met kijken dan met luisteren te maken. Maar dan komt zo iemand, nou, we gaan even kijken. Die is net een hoortoestel aangebinden. We gaan even kijken hoe bijna onzichtbaar het is. Gaat u maar even zitten. Dan zet ik even de spiegel klaar. Nou, kijk daar eens even. Ziet u het? Nee. Nee, ik zie. Nou, dan heeft u waarschijnlijk toch een bril nodig. Ik ga... Geef hem mijn collega de bijroep. En ja, wat je dan goeie van die... Oude kokkers, van die echte gehoorapparaten, was dat je naar het invalide toilet kon. Ja, want dan was je toch echt semi-invalide met zo'n ding. Want ik was laatst in de arena, moest ik in de rij staan voor de herentoiletten. Komt er opeens een kerngezond iemand komt van het invalide toilet. En als bejaarde ben je ook een beetje handhaver. Dus ik stond daarvan... En toen deed hij dit. In Zandvoort zijn er 3472 bed en breakfasts bijgekomen sinds de bekendwording van de Formule 1 in mei. Die Zandvoort, jongen, die is zich rijk aan het rekenen. Die jongens helemaal zitten. Er komen 500.000 man 3 dagen naar Zandvoort. Ik weet niet of u op YouTube wel eens zo'n filmpje heeft gezien over een sprinkhanenplaag. Nou, maak je borst maar nat, Zandvoorters. Ze hebben gezegd dat de meeste toeschouwers van over zee gaan komen. Dat wordt een invasie waarbij D-Day werkelijk kinderspel is. En die mannen, heeft u wel eens gekeken naar Formule 1? Ik heb de grote prijs van Monaco gezien. Heb je 3 dagen, kwalificatie heet dat, 3 dagen. En dan komen ze in een bepaalde volgorde te staan bij de start. En dan springt het licht op groen. En dan rijden ze 1,5 uur als gek rond. En dan komen ze in precies dezelfde volgorde komen staan. Want ik sprak erover met een kenner. Ik zeg, is dat niet gek? En toen zei ze, ja, maar je kan, in Monaco kan je elkaar niet inhalen. Oh, zit dat zo? Nee, maar dat is dan wel een prima circuit om een wedstrijd te organiseren. He? Zouden ze dat... Nee. Maar ja, dat is nou juist de charme van Monaco. Oh. Een ongelooflijke, wonderlijke sport. He? Want ze weten nooit welke banden ze onder een auto moeten doen. Na al die jaren weten ze het nog steeds niet. En dan rijden ze... Weer banden, nieuwe banden. Ja, wacht, nee, ho. Doe nou maar voor, rechts voor, doe nou links voor een regenband. En dan doe je aan de andere kant doe je een droog weerband. En even kijken, die laatste twee... Schiet nou op! In Zandvoort zijn er 2 plekken waar je elkaar kan gaan inhalen. 2 plaatsen. En als je nou even ergens anders zit, nou heb je pech gehad. Dan zie je de hele middag niks anders dan... Nooit een keer. Kijk, dat is leuk, hè? Dat je nog even... Het is nu de hele middag, weet je wel. Je zit een beetje zo... We gaan naar Zandvoort. Aan de zee. We nemen snuif en pillen mee. Stap over je scrupules heen. Ga naar de Formule 1. We gaan naar Zandvoort. Je kunt je ook niet identificeren met die sporters. Dat vind ik ook zo moeilijk. Want ja, er is niks aan te zien. He, ze zitten in zo'n auto met zo'n kolossale helm op. En nou ja, stel je voor, Max Verstappen, die wordt straks derde. En die doet dan aan het eind. Doet hij die helm af. En dan blijkt er totaal iemand anders onder te zitten. Theo Hiddema bijvoorbeeld. Nog even een paar dingetjes doornemen, dat u straks goed voorbereid aan de start komt. Hè? Iedereen weet wat slicks zijn. Slicks. Niet, weet u het niet? Slicks. Slicks zijn banden. Pole position is bekend. Pole position. Is het pit of is het pits? Pits, ja. Maar pit, pits, vind ik toch wel leuk dat we dat even... Pits is het meervoud van pit. Ja, nee, je lacht. Maar kijk, je hebt 1 garage en je hebt alle garages. Hè? Dus je rijdt de pits in. Ja, dan rij je langs al die garages. Maar je gaat naar je pit.
Nee, is even belangrijk. Dus pit. Het is niet pitsen, want pitsen is de verleden tijd van pissen voor een dyslecticus. Waarmee ik gelijk weer op mijn favoriete onderwerpen uitgekomen. Nou ja, favoriete onderwerp, het is gewoon een hang-up als je wat ouder wordt. Want je moet de hele dag en als je kan, dan wil het niet. Dus het is heel, dan sta je daar te klungelen in zo'n openbaar toilet. En dan komt er zo'n waterval van Schaffhausen naast je staan klaten. En die kijkt dan zo meewarig over de rand. En vraagt dan, gaat het een beetje? Nou, vanaf dat moment helemaal niet meer. Mensen zijn ook zo brutaal. Er is ook geen schaamte meer, er is geen beschaving. Ik moest iets doen op de universiteit in Rotterdam. Erasmus Universiteit in Rotterdam. Excellente studenten hadden mij gevraagd. Studenten die dus gemiddeld iets boven de 9,5 op hun eindexamen hadden... hadden me gevraagd om iets te vertellen over vertrouwen, discipline, concentratie. En... Nou, ik sta daar even te plassen. En dan komt me daar een student, excellente student, hè, die komt dus op zeker moment naast me staan. Had zijn iPad bij zich, onvoorstelbaar. Maar goed, hè, excellente student, werkte gewoon door. En die zegt op zeker moment tegen mij, ach, zou u even mijn lul uit mijn broek willen halen? Oh nee, ik plas het liefst gewoon buiten. Maar ja, dat heeft weer andere problemen. Dan hoor je opeens achter je, wat zijn wij daar aan het doen? Toch niet aan het wild plassen. Nou, zo zou ik dit niet willen betitelen. Nee. Dit is geen prestatie waar ik de Willemsorde voor verdien. Om even een beroemde wildplasser in herinnering te brengen. Marco, hoe is het mogelijk? Hebben we in Nederland een held? Heeft hij prostaatproblemen? Hoe is het mogelijk? En dan gaat hij ook, want ja, dat is wat de dokter altijd zegt, meester, als je prostaatproblemen hebt, ga geen carnaval vieren, doe het niet. En trek ook zeker niet zo'n pak aan. Hij kon niet bij zijn kroonjuwelen komen, het was echt, nee. Hij stond daar te knoeien en op een zeker moment hoort hij wat geruis en er staat er opeens een legertje ME tegenover hem. En hij doet zo en hop! Daar vloept het kroonlid naar buiten. Echt zo in één klap. En hij verontschuldigt zich. En dan komt een mevrouw met een schild en een wapenstok. En buigt en hij slaat met zijn hoofd. Het was echt geen kopstoot eten lachbaar. Echt niet. Ik sloeg per ongeluk. Dus ik ga op de toiletten eigenlijk voornamelijk achter de deur zitten. Of ik ga naar de dames. En dan zit je lekker achter de deur. Dat is nog geen enkele garantie. Want de mensen zijn zo... Ja, die kijken niet meer of die deur bezet is. Die komen aangelopen en rang! Weet je wel, je schrikt je een broeder. Je hebt al constipatie voor 3 weken. Het is echt ongelooflijk. Dus ik doe hem niet meer op slot. Ja, dat schrikken zij, begrijp je? En nog even één dingetje, daarna ook erover op. Nee, hou erover. En dat is, nou ja, dat is wel de hang-up. Dat is de hel, zou je kunnen zeggen. De hel. Meteen even een zijsprongetje. De hel. Hackers zijn erin geslaagd het domein van de hel binnen te dringen. En het schijnt reuze mee te vallen. Je zit met z'n allen op een wolk met een laptop of een iPad op schoot en je hebt geen bereik. Maar nu even de hel. De hel voor zeg maar mijn generatie. Dat is de laatste druppel. De laatste druppel. Je ziet wel eens van die mannen die dat zo geven. Helpt niks. Die laatste druppel heeft een geduld. Daar word je helemaal gek van. Maar je denkt wel eens, nou kom op. Ik laat hem gewoon hangen net zo lang tot hij valt. En dan denk je, dat zal hem geweest zijn. En omdat hard, dan is het toch weer heel. En het vervelende is, je kan er met niemand over praten. Je kan er met niemand over praten. Nou ja, één persoon. Mijn beste vriend Pieter van Volhoven. Daar kan ik in. Ja, over dit soort dingen kan je met hem goed... En hij had nog een oplossing ook. Hij zei, heb je niet gezien in die toiletten tegenwoordig... hangen die apparaten waar je zo je handen in te drogen krijgt? Ik zei, nou, je hoeft me verder niks uit te leggen. Ik snap hem. Ik zeg maar, ze hangen een beetje hoog, dat is wel een probleem. Hij zei, dan ga je lekker naar het invalide toilet. Ik zeg, ja, maar hoe kom je daar dan af? Hij zei, dat doe je gewoon zo. Opa. Ja, Limo. Opa, wat is het zwaard van Damocles?
Damocles was een ingezetene van Syracuse en daar hadden ze een dictator en die heette Dionysos. En Damocles waarschuwde Dionysos voor jaloerse onderdanen. Daar werd die tiran werd daar een beetje kregel van. En die nodigde hem op een zeker moment uit om te komen eten. En Damocles zat lekker te smikkelen. En opeens kijkt Dionysos omhoog en Damocles volgt zijn voorbeeld en ziet dat daar boven zijn schedel aan een paardenhaar kolossaal zwaard ronddraait ter hoogte van zijn fontanel. Limo, die loverboy van jouw zuster, is een zwaard van Damocles. Opa, wie was Socrates? Socrates, jongen, die leefde zo'n 900 jaar voor de profeet. Dat was een Griekse wijsgeer die in een proces dat tegen hem was aangespannen zelf zijn oordeel mocht vellen. En in de pleidooi wat hij hield, maakte hij de rechter zodanig belachelijk dat hij alsnog de doodstraf kreeg. Een gifbeker. Van Socrates is voor jou wel interessant om te weten dat Socrates zei: ken uzelf, hè? Leer jezelf kennen, weet wie je bent. En hij zou er tegenwoordig aan toevoegen voordat je jezelf opblaast. Opa, wie was Erasmus? Erasmus, jongen, dat was een Hollandse geleerde, geboren in Gouda, maar die is als Rotterdammer door het leven gegaan. Hij schreef een satirisch werk, De Lof der Zotheid, waarin de godin der zotheid zegt dat dwazen, domoren en onnozelen de gelukkigste mensen van de wereld zijn, omdat ze geen oog hebben voor het kwaad, omdat ze geen geweten hebben en omdat ze geen ambitie kennen. Opa, nog één vraag. Wie is Theo Hiddema? Oh, dat hoef je niet te weten, dat is niet zo. Opa, zal ik voor je dansen? Je ziet wel eens boze supporters bij een bus, meestal voetbalsupporters. Je ziet nooit bij de Sunweb-bus boze wielrensupporters de ploegleiding afwachten om te vragen of het nog eens wat wordt met die Tom de Moulin. Ja, je ziet wel boze mensen bij de Sunweb-bussen, maar dat zijn waarschijnlijk toeristen die teleurgesteld zijn in hun geheel verzorgde vakantie. Dat moet je ook nooit boeken, want dat kan niet geheel verzorgd. Dat kan niet. Maar ja, dan zou ik zeggen, waarom beloof je het dan? Ja, om elkaar af te troeven. Ik had ook eens een keer een geheel verzorgde vakantie. Ik bel met het hoofdkantoor, krijg een hele leuke juffrouw. Ik zeg even één vraagje. Wie verzorgt de betaling? Wij gingen namelijk met vakantie met mijn moeder. Mijn moeder takelde af. En mijn moeder takelde af. Dat is een heel vervelend verhaal. Mijn vrouw en ik melden ons aan voor zo'n cursus dementie en Alzheimer. Met een tweeledig doel. En niet alleen zeg maar, met onze moeder te kunnen praten. Maar als we onze kinderen straks tegenover ons kregen met dezelfde vragen, wisten we dat het zover was. En toen gingen we met mijn moeder, want dat was in het begin. Ja, dan heb je nog een gesprek. En we hadden geleerd op die cursus, je moet een beetje haakse vragen stellen. Je moet niet proberen, kosten wat kost dat geheugen met ze aan de gang te houden. Je moet gewoon zeggen, oom Gerrit is dood. En dan de hele tijd wachten tot zij zou zeggen, ja, maar we hebben helemaal geen oom Gerrit. Begrijp je, zo krijg je dat brein weer aan het werk. Afhankelijk praten, lange gesprekken, liep nergens op uit. En dan dacht ik, ja, het heeft geen zin, we gaan rijden. Gingen we rijden, leuke trajecten met molentjes en bruggetjes en leuke dingen. Had op een zeker moment geen zin meer. We eindigden op de parkeerplaats van de Maxis. Een schitterende parkeerplaats. En eindeloos reden we daar rond. En had je ook, dan gingen we tot slot altijd naar de Wasstraat. Een geweldige Wasstraat. Ik vertraag even, want ik wil even een verhaal vertellen. Mijn vrouw lag in het ziekenhuis. Ja, niet, het is niet leuk. Het was ook niet al te dramatisch. Het was een routineonderzoek. En het zou 5 kwartier duren. We hadden afgesproken, ik had er gebracht. Jij gaat even voor dat routineonderzoek, 5 kwartier. En dan ga ik die tijd even nuttig besteden door boodschappen gaan doen in de Maxis. Daardoor kom ik erop. Dus door boodschappen te gaan doen in de... U heeft net gehoord, boodschappen is niet mijn hobby.
Want ik kom, ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar ik kom altijd met het verkeerde thuis. Oh, ik moest een keer Bulgaarse yoghurt halen en die kwam dan achter een gebergte vandaan dat alleen in Kuifje staat. En het was allemaal... Maar ik had hem en ik zette een pontificaal thuis op tafel, bleek hij de verkeerde kant op te draaien. Had ik scharrelaren, weet je wel, die kwamen dan uit legbatterij de scharrel. Het was werken. Enfin, ik krijg van haar de creditkaart, ik krijg van haar de bonuskaart, want ik denk nog, terwijl ik de bonuskaart aanneem, ik hoop niet dat ik een ongeluk krijg. Je zal doodgevonden worden met een bonuskaart. En ze zegt, als er wat is, kan je altijd bellen. En ik geef haar een kus op mijn voorhoofd en ik loop de gang op. En ik denk, toch even terug, stel je voor dat er wat gebeurt. En ik zwaai nog even en ik loop weg. En ik loop langs allerlei wachtkamertjes midden in de gang. En dan zie ik mijn eigen huisarts zitten. En hij steekt zo zijn vinger op, zit helemaal in het verband. Wat nou, zeg ik, kom van het verwijzen, zei hij. En ik loop zo door de hal. En ik had al iets geroken. En er staat naast een stalletje van het Reumafonds een vrouw in een wit schort bij een bord waarop staat 10 oliebollen voor 5 euro. In een ziekenhuis. In deze tijd. Jaarlijks gaat er 90 miljard naar de zorg. Wat is dit voor... Ik denk, ik negeer haar. Ik ga er niks van zeggen. En ik loop zo langs haar heen en ik wil eruit, maar de draaideur is vast omdat iemand met obesitas klem is komen te zitten. En niet zo'n beetje ook, hè. Want zijn voet steekt nog buiten, maar zijn rechterhand is al binnen. En de rest zit dan in die draaideur. En heb je altijd van die mensen die gaan helpen, hem bevrijden en die roepen dan, doordouwen! Ik pak die mevrouw bij de arm en ik zeg, kom nou eens even mee en kijk nou eens even wat het gevolg is van jouw oliebollen. Waarom doe je dat? Oh, meneer, het is voor een goed doel. Ik rijd door, ik kom op het parkeerterrein van de Maxis, dat heb ik u net geschetst. Ik neem een wagentje, ik ga scannen. Weet u wat scannen is? Ja? Dat ik niet straks, want we gaan er in detail in, dat opeens iemand zegt... Nu zeggen! Ik ga scannen en dat heeft als voordeel dat je dus je hoeft niet langs de kassa. Dus je kunt je boodschappen alvast meteen in je tassen doen. Je hoeft niet eerst die boodschappen in het mandje, dan op de lopende band, dan voorbij de kassa, weer in je wagentje en dan vanuit je wagentje. Dat scheelt een tijd, mensen. Ongelooflijk. Ik heb al zoveel tijd uitgespaard. Ik weet zeker dat als ik doodga, dat ik tijd over heb. Dat weet ik zeker. Dus ik kom die Maxis binnen. En dan heb je daar 3 mogelijkheden om boodschappen te doen. Nee, zeg maar voor elke portemonnee wat wils. Dus helemaal links heb je de Lidl. Ben je wel eens geweest in de Lidl? Goedkoop, jongen. Goedkoop. Als ik er ben, dan stop ik het altijd gauw in mijn tas, weet je wel. Ja, je voelt je toch een beetje een heler. Ik weet niet wat het is. Je denkt dat het gestolen waren. Zo goedkoop, dat kan toch niet? En bij Albert Heijn is het weer het omgekeerde. Hè? Dat is weer royaliteit. Hè? Hamsteren gebleken, zegt de bedrijfsleider. Hamsteren. Ja, dat doen wij in het kader van de herdenking van 75 jaar hongerwinter. En dan heb je helemaal rechts, dus de Lidl, Albert Heijn, heb je een dameskapper. En er komen dan dames, die hebben dan boodschappen gedaan, die komen nog even een pony laten bijpunten. En die zetten de winkelwagentjes zo buiten voor de deur en gaan dan naar binnen. En dan kunnen dan de mensen die helemaal geen geld hebben, die kunnen daar dan een beetje boodschappen. Dus ik ga naar Albert Heijn, ik ga daar scannen. Dus ik kom zo met mijn bonuskaart en die moet je dan onder een elektronisch oog houden. En dan hoor je blip, blip, blop en dan ligt het op. En dat betekent dat op alle schermen van alle inlichtingendiensten van Albert Heijn jouw naam groot verschijnt. En meteen gaan er een aantal medewerkers op zoek naar jouw algoritme. Die gaan kijken wat je de vorige keer gekocht hebt. En de keer daarvoor en de keer daarvoor. En die gaan eens even kijken of ze misschien een influencer op pad kunnen sturen. Om jouw dingen aan te smeren waar je helemaal geen trek in hebt. Maar die je niet kunt weerstaan op het moment dat de lucht opeens in je neus komt. Of dat iets anders langskomt. En terwijl je die kaart, bonuskaart op wil lichten, ligt daar iets verderop. Ligt je scanner op. Het is bij Albert Heijn 1 grote oplichtersbende. Dus ik loop naar binnen.
En ik kom bij de sinaasappels uit. En ja, mijn jarenlange boodschappenervaring die heeft mij inmiddels ervan doordrongen dat er twee soorten sinaasappels zijn. Hey, je hebt handsinaasappelen en je hebt... Dank u wel, perssinaasappelen. Ja, ik vind het een rare tegenstelling, hand en pers. Ik bedoel, je denkt handsinaasappelen en voetsinaasappelen, maar hand en pers. Ik zie, hebben we thuis ook nog een handpers. Dus ik begrijp het niet. Maar goed, ik heb perssinaasappelen nodig. En nou is het mooie van een lange relatie, zoals mijn vrouw en ik, we zijn 50 jaar bij elkaar. En dan zit je net als je met computers een netwerk kan vormen, hebben wij eigenlijk een gemeenschappelijke, is ons brein één ding. Want ik weet, zij ligt nu in het ziekenhuis en denkt, hij zal nu wel bij de sinaasappels zijn. En ik sta daar met een klein zakje perssinaasappelen. Ik heb het al ingescand en ik heb het al in mijn tas gedaan. En ik denk, wat is dat, een klein zakje? En dan gebeurt er iets leuks. En dat is ook een gevolg van jaren boodschappen. Ik word opeens heel assertief. Ik ga haar even bellen. Ik zeg, ik sta hier bij de sinaasappelen. En dan heb ik een heel klein zakje perssinaasappelen. En nou is het misschien nog... Waarom zeg je niks? Stond ik met die scanner, amor. Ik zeg tegen haar, zal ik misschien... Twee van die kleine zakjes. Ik vond het zo ongelooflijk goed van mezelf. Zal ik twee van die... Toen zegt ze, nou, als je één vak verder kijkt... ligt daar een grote zak perssinaasappelen. Dus ik scan dat kleine zakje uit, ik scan die grote zak in, die gooi ik in mijn winkelwagentasje. En ik loop met dat hele zaakje naar het afrekenstation. Het afrekenstation. En daar moet ik mijn bonuskaart opnieuw onder dat elektronisch oog houden. Zodat zeg maar de inlichtingendiensten van Albert Heijn, het personeel, even een break gaan nemen. Even evalueren wat deze klant allemaal gebracht heeft en of er nog fouten in het algoritmeprogrammatuur zitten en dat soort dingen. Maar er gebeurt nog iets heel vreemds, want ik hou die kaart eronder. En ik ben er al zeker meer dan 950 keer langs geweest. En ik ben zeker al meer dan 300 keer gecontroleerd. Dus het zou algoritmisch volkomen klaar en helder moeten zijn dat ik betrouwbaar ben tot op het bot. Waarom verschijnt er dan een van onze medewerkers komt even uw boodschappen controleren? Dat is meer dan achterloop, dat is toch niet te geloven? Dus ja, dan is het eerste wat je overkomt, dat je moet jezelf een houding geven. Hè? Je moet meteen, heb ik weer een uitzetten. Godverdomme. Maar goed, dan komt ze aangelopen, onze medewerkster. Duidelijk iemand van na 9-11, kan ze ook niks van doen. Zwart hoofddoekje op, staat er hartstikke goed. Maar als ik Albert Heijn was, zou ik haar een lichtblauw hoofddoekje geven. En al aha op haar voorhoofd zetten. Ze zegt, meneer, mag ik even uw boodschappen controleren? Ik zeg, natuurlijk, gaat uw gang. En ze duikt mijn winkelwagentje in met haar scanner en begint te kijken. En op zeker moment haalt ze daar opeens een klein zakje persie. Vergeet het terug. Ik heb het wel uitgescand, maar ik had het meteen terug. En ik haal adem om te zeggen, vergeet het terug. Maar ja, ik denk, te laat. Want bij haar is er al iets, je ziet haar hele houding is al veranderd. Staat al helemaal van, oh, daar heb je er weer een hoor. Oh. Voor het geld hoeft hij het niet te doen, maar alleen voor de kick. En van een gratis boodschapje bij Albert Heijn wegstiet. Het is werkelijk ongelooflijk. Oké, boomer, oké. Zal ook wel op een verkeerd wachtgeldje staan. Oh. En toen zei zij iets te hard, hoe gaan wij dit oplossen, meneer? En ik zie allerlei klanten in de winkel hun nekken strekken. En opeens word ik door iedereen herkend. Ik zei het je toch niet, natuurlijk. Oh, hij heeft moeilijkheden. Oh, eerste foto's die worden genomen. Komt iemand heel brutaal even zijn arm om mijn schouder gooien. En even een selfie. Ach, ga jij even met dat zakje sinaasappelen. Hier, als jij het even zo omhoog wil houden. En zo... En opeens voel ik een soort verbinding met een andere kleine fraudeur, Donald Trump.
Ik kom opeens in zijn smoesen parket, vraag ik vanzelf. En ik denk, ja, tuurlijk. Ik zeg, neem me niet kwalijk, maar mijn vrouw ligt in het ziekenhuis. Ik had beloofd om haar, als het wat later werd, even te bellen. Dus ik ben ook mijn telefoon kwijt. Vanaf dat moment ben ik volkomen hulpeloos. En dan opeens hoor ik iets verderop in de winkel iemand roepen, is Freek de Jonge er nog? Ik heb zijn vrouw hier aan de telefoon. Ik denk, hoe kan dat nou? En ik ren naar hem toe. Ik zeg, hoe kom je eraan? Had hij mijn telefoon? Hoe kom je eraan? Ja, die lag bij de sinaasappel. Hier met het ding. En ik neem hem over. Ik heb mijn vrouw om horen. Die zegt, goh, ik zit net naar Twitter te kijken. En ik zie dat je problemen met de betaling hebt. Wat is er gebeurd? Ik zeg, maar je ging toch voor een. Je ging toch voor routineonderzoek, was het toch? Maar. Wat hebben ze er al gevonden? En ik ren weg. Opa. Wat vindt u vrouw daar nu van? Dat u haar zo schaamteloos misbruikt voor uw programma's. Dat u zo ongegeneerd en respectloos de intiemste en ook wel pijnlijkste zaken aan de orde stelt. Wat vindt zij daar nu van? Luister, Limo, we zijn met jouw geweten bezig. En over mij, ook even belangrijk voor u, dames en heren. Alles wat ik tot nu toe gezegd heb en alles wat ik hierna ga zeggen, is geschreven in een tijd dat ik nog gewoon vlees had. Dat is even heel belangrijk. Kijk, als ik ging vliegen, dan nam ik altijd al vegetarisch, want vliegen is ongelooflijk slecht voor het milieu. Dus nu ik helemaal vegetarisch ben, kan ik gelukkig weer gewoon vliegen. Dat is wel weer... Het hangt op zulke kleine dingetjes, hè. Want wij denken, dat milieu, krijgen we het van... Maar het hangt op kleine dingetjes. Van 130 naar 100 en klaar is Kees. Dat is echt, ja, zo simpel. En terwijl dat nog een heel punt was, hè, voor de VVD. Dat was een... Dijkhoff vond het een rotmaatregel, hoor. Van 130 naar 100. Ja, voor de VVD'ers is het net eventjes... Of meteen naar huis, of nog eventjes 5 minuten mee in maîtresse kunnen... Hè? Dat is het verschil. Nee, maar de VVD heeft nog heel lang geprobeerd... die 130 vasthouden. Heel lang geprobeerd. En ze hadden nog als ultiem ruilmiddel de HEMA-worst. De VVD wilde de HEMA-worst offeren. Als die HEMA-worst eruit gaat, liggen we gelijk 6 jaar voor op alle omringende landen. Dat is echt ongelooflijk wat die aan stikstof uitstoot. We hebben in dit land 1,4 miljoen koeien. En één koe stoot per jaar 27 kub. Dat is 1000 liter mest produceert hij. 27.000 liter mest. En in 1000 liter mest zit 1,5 kilo fosfaat. En de EU heeft een fosfaatplafond ingesteld van 172,9 miljoen kilo. Leuke organisatie, die Europese gemeenschap. Zeker weten. Maar waarom nou weer die boeren zo jennen? Waarom nou niet gewoon 173? Waarom nou weer dat die boer, want die heeft dan zo'n megastal en die koeien staan echt niet op hetzelfde moment allemaal tegelijk te scheiden, echt niet hoor. Dus dat is dan... En dan heb je zo'n meter en dan moet die boer wees... Het is toch geen wonder dat er een Farmers Defense Force komt. Dat is toch gewoon... Dat is ook gewoon... Ja, alleen de naam, hè. Je had gedacht, Bauerweermacht, dat ligt er iets... Ja, dat ligt er iets dichterbij, hè. Want ze hebben van die SA-pakjes aan, weet je wel. Met hier twee van die mestvorken gekruid en bestuur op de rug. En ze hebben zelfs de Holocaust erbij gehaald. Ja, ongelooflijk, boeren. Ik zal even voor de jongelui hier in het gezelschap en thuis even de boeren ophalen. Tweede Wereldoorlog boeren namen ze onderduikers in huis en hielpen ze mensen bij de hongerwinter aan voedsel.
Maar echt niet van de prettig. Nee, dat was dan een gouden horloge, een gouden tientje, een lakenset, een 26-delig servies. Die boeren zijn helemaal binnengelopen in de oorlog. En toen kreeg je na de oorlog kreeg je de kolen- en staalgemeenschap. En toen kwam Sikko Mansholt met de herverkaveling. Ja, ja, die boeren moesten natuurlijk tegemoet gekomen worden. Dus er gingen miljarden subsidies gingen erin. En die boeren die harkten maar binnen. En die waren allemaal binnen. En opeens een hagelbuitje. Oh, of een kippenziekte. En oh, we moeten gecompenseerd. En hup, daar gingen de miljoenen weer. Het is toch werkelijk God geklaagd dat dat gepeupel de wegen blokkeert. En ons in onze dagelijkse werk de zaak onmogelijk maakt. Stuur het leger erop af. Het blijkt dat hele zaakje ook nog eens een keer gesponsord te worden door veevoerbedrijven. Het is werkelijk. Kijk, ik begrijp goed dat hoeveel stikstof een vrouw uitstoot, is voor een boer die vrouw zoekt heel belangrijk. Heel belangrijk. Miljoen dieren maken wij dood voor de consumptie. Per jaar, hè? Ja, ja, tuurlijk. Dat scheelt ook enorm veel mest. Zeker. Als je het van die kant bekijkt, zouden we wat meer dieren dood mogen maken. Het zijn altijd weer twee kanten, die dingen. We hebben een wonderlijke relatie ten aanzien van het dier. Ik zit in de trein. Heeft met de leeftijd te maken, hè, en de beschaving van ons land. Hè. Komt de trein binnen, gelijk springen de mensen omhoog. Meneer, als u zitten wil, ga gerust u. Fantastisch, hè? Laatst zelfs iemand in een rolstoel. Meneer, als u zitten wil. Maar ja, dan zit je niet lekker, hoor. Als er zo'n invalide aan je voeten ligt, dan zit je echt niet lekker. Dus ik zeg op zeker moment, nou, kom maar op schoot zitten. Ik zit in de trein. En ik zit naast een mevrouw die hardop zit te praten. Dus ik probeer me een beetje niet met haar gesprek te bemoeien. Maar ik begrijp dat het een werkende moeder is die probeert van de opvoeding te maken wat er van te maken valt. Dus ik zit een beetje afgewend, zit hier te kijken. En opeens hoor ik haar zeggen, luister naar je moeder! Nou ja, dat kan ik gewoon niet weerstaan. Dus ik ga, het zal wel Freudiaans zijn, ik zit gelijk te kijken. En zij zegt nog, ik heb het niet tegen u hoor. Nee, dat begrijp ik ook wel. Je krijgt geen tweede cavia. Zegt ze op de telefoon, ze heeft een cavia. Ja, dat neem ik aan. Ik wist niet in welk stadium de onderhandelingen waren. Het kan best zijn dat ze 10 weken geleden begonnen waren met 16 cavia's. En dat zij het had weten druk te dringen tot 2. En ik weet ook niet wat voor meisje het was, leek me geen type waartegen je kon zeggen, nou als jij een 9,5 haalt voor je Latijn, dan gaan wij nog eens een keer naar de dierenwinkel. Even aangenomen dat het hier als cavia om een dier gaat en niet om een hip schoenenmerk. Want als het een hip schoenenmerk is, dan begrijp ik ook wel, op 1 cavia kun je niet lopen. Heb je ooit voor de hond gezorgd? Ze heeft nooit voor de hond gezorgd. Heb je ooit voor de hond gezorgd? Je weet niet eens hoe die heet. Kennel heette die. Kennel, we hadden hem genoemd naar waar hij vandaan kwam. Kennel. Leuke hond. Hele lieve hond. Lieve hond. Blafte nooit. Beet wel. Mijn man heeft die gebeten. Mijn man. Wel, dan heeft je reuze mee. Nee, papa zijn been. Koontje, papa zijn been. Papa zijn been hoeft er helemaal niet af. Heel klein stukje van zijn. Had hij maar een tetanusinjectie. Had hij maar een tetanusinjectie moeten nemen. Maar papa is kleinzerig. Papa is de eerste reserve van het gezin. Zit de hele dag op de bank. Wat? Wat zei de dierenmediator? Ja, die zei dat Kennel eenzaam was. Moest nog een hondje komen. En wat heeft mama toen gedaan? Nog een hondje gehaald. Mama heeft nog een hondje gehaald. Asiel. We hebben hem genoemd naar waar hij vandaan kwam. En toen gingen we met de 2 honden op vakantie naar Spanje. Hè? Italië. Ja, Italië. Ik zeg Spanje. Het is Italië. En dan zag papa een klein zielig. Notabene mijn man. Zag een klein zielig hondje. Mijn man. De hondenhater. Klein zielig hondje. Gingen we met een klein zielig hondje in een tas. Gingen we naar huis. Hadden we 3 honden. Kennel, Asiel en Pisa. Nee, die wou niet zinnelijk worden. Hij wou niet zinnelijk worden. Van een echte Italiaanse 5-sterren viespeuk was het. Ja, dat is niet lekker op 10. Dat is niet lekker op 10 hoog, hoor. Dat is niet lekker. En wat heeft papa toen... Dat weet je wel, wat heeft papa toen gedaan?
Die is er mee op balkon. En wat zei die toen op het balkon? Wat zei die? Dat weet je. Papa zei, alle Italiaanse honden kunnen vliegen. En daar zweefde Pisa door de lucht. En die buurjongen die stond daar toen met zijn camera. En ik kom met een wijde boog, tenminste ik kom er in elk geval terecht, op het parkeerterrein van de Maxis. Ik weet niet precies waarom, maar ik reed daar met mijn moeder, weet je wel. En dan gingen we aan het eind van de rit gingen we de Wasstraat in. En dan weet ik wel, elke keer na een minuutje in de Wasstraat zei mijn moeder tegen mij, wat een weer, hè. Maar, kijk, we hadden geleerd op die cursus, je moet een beetje atypische vragen stellen. Hè? Je moet het een beetje anders aanpakken. Dus ik zei op een zeker moment tegen mijn moeder, mam, waar zou je nou nog eens gewoon even helemaal lekker, 14 dagen, even de boel, even er helemaal uit, even helemaal lekker naar de zon. Waar zou je heen willen? Het kalifaat, zei mijn moeder. Zijn moeder! En mijn vrouw die stond meteen van, terwijl ik dacht, nou, als er iemand is die de IS schrik kan aanjagen, dan is het mijn moeder. Ik zal u één voorbeeld geven. Ik ging met mijn moeder naar de dokter. Tenminste, ik wilde liever niet. Maar mijn vrouw zei, ga nou maar. Misschien houd je er iets aan over voor je nieuwe programma. Dus ik kom met mijn moeder, die spreekt aan me binnen. En die dokter die springt omhoog. En die zegt, mevrouw de jongen, u hoeft zich niet uit te kleden hoor. En mijn moeder heeft al mijn programma's gezien. Dus die riep, dat zullen we nog wel eens zien. En die dokter helemaal in paniek. En die onderzoekt haar en die weet het ook niet meer. En die zegt, mevrouw de jongen, u mag zelf zeggen wat u hebben wil. Griep of aderverkalking. Nou, zei mijn moeder, doe mij maar aderverkalking. Schreef die dokter kalgom voor. Opa. Ja, Limo, opa. Het gaat eigenlijk wel goed. Vind ik? Ja, Limo, ja. Vind ik wel. We maken vooruitgang. En ik leer van jou, moet ik eerlijk erbij zeggen. En ik vind het ook hartstikke leuk dat jij... Even veel te reflecteren. Geweldig. Opa. Is er iets, jongen? Nou, ze noemen mij in de inrichting waar ik zit homo. En dat vind je niet zo leuk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is niet zo leuk. Opa, ja. Mag ik bij jullie komen wonen? Daar overval je me een beetje mee, Limo, met die vraag. Ik kan er ook niet over beslissen, omdat straks de uiteindelijke zorg toch bij mijn vrouw terechtkomt. Dus ja, misschien kunnen we het beter even aan haar vragen. Loop maar even mee naar haar kamer. En we komen die kamer binnen en ik zeg tegen mijn vrouw, Limo heeft een vraag. En Limo stelt diezelfde vraag en ik weet niet wat er met mijn vrouw gebeurde, maar ik zie haar gezicht een glans krijgen, een straling. Opeens ziet ze een soort Florence Nightingale-achtige blik in haar ogen. Een moeder Therese-achtige berusting komt er over haar en een Major Boshart-achtige kordaatheid. Zodat ik het noodzakelijk vind om tegen haar te zeggen, mijn nieuwe programma is bijna af. En het blijft lang stil. Ik zeg, nou Limo, we kunnen echt op dit moment niet ja of nee zeggen. Weet je wat, kom over een paar dagen even terug. Dan hebben we dat ook samen besproken. En dan kunnen we daar heel helder en duidelijk kunnen we daar een beslissing over nemen. En ik lig 's nachts in mijn bed. En ik heb het te kwaad met mijn eigen geweten. Ik moet weer denken aan de eerste keer dat mijn geweten opspeelde. Ik was bijna 7. En ik was voor niks met het pontje de zaan overgestoken. Een overtochtje van 2 cent. Ik had het stiekem gedaan en nu lag ik in bed en opeens zag ik die kapitein van dat pontje
vanuit zijn sturen naar beneden kijken en die had mij zien staan. En niks gezegd. Het huilen staat me nader dan het lachen. Nu kom ik in de hel, ik weet het zeker. En ik ren naar beneden, daar zitten mijn ouders in mijn kamer en mijn vader met een puzzel en een sigaar. En mijn moeder met een kopje thee en een breiwerkje. En ik val aan hun voeten neer en zeg, ik ben voor niks met het potje ogen gegaan. Ik heb iets gedaan wat niet mocht. En toen begonnen mijn ouders te lachen. Ik geloof dat dat het begin van mijn puberteit was. Ik kan niet slapen. Ik ga op zoek in huis naar een slaappil. Ik weet dat we er geen één hebben, maar ja, als je lang genoeg zoekt, word je ook moe. En uiteindelijk val ik in slaap. En ik droom. Ik sta op een godverlaten akker in de Oost-Oekraïne. En voor mij staat een camera. Een geluid. Een microfoon aan een hengel. En daartussenin staat Limo. Hij is de regisseur van een documentaire waarin ik de hoofdrol speel. Ik ben een oude Joodse man. Het is een nachtmerrie. En ik vertel over het familiebedrijf van mijn grootouders en overgrootouders. Een lachgasfabriek waarop de muren stond gekalkt. Wietsen die je doet stikken van het lachen. Eeuwen hebben ze hun wietsen over de hele wereld verkocht. En in 1941 kwamen de Duitsers en staken de brand erin. Limo geeft aan dat het goed gaat doorgaan, terwijl ik denk, ophouden. Maar ik verman me en ik draai me om naar waar ooit de fabriek stond. En ik vertel het verhaal van mijn tantes die, nadat ze verkracht waren door de Duitse soldaten, in een kuil geschopt werden, waarna ze werden doodgeschoten. En ik vertel over de miraculeuze ontsnapping van mijn grootvader, die nog een vrouw bij de kuil wist weg te trekken. En samen renden ze dwars door het vuur hun vrijheid tegemoet. En als ik me omdraai, staat de camera er nog. De boom ligt op de grond. Maar de drie zijn weg en ik zie in de verte, zie ik een wagentje van de Oost-Oekraïnse militie wegrijden. Ze houden even in om een danseres over te laten steken. Ik ben omringd door achterrookpluimen. Uit de lucht dwarrelt een briefje. Ik pak het beet en lees. Weten. Wist. Geweten. Weten, wist, geweten. Zoals wie lui is. Lange pauze, hè? Heb ik van Thierry Baudet. Het is een oratorisch grapje, hè? De lange pauze laten vallen waardoor het publiek nieuwsgierig wordt. Hij heeft het ook niet van zichzelf, hij heeft het van een hele beroemde Duitse politicus. Konrad Adenauer. Zoals wie lui is, nooit gelukkig kan worden. Zo kan wie sentimenteel is, ook nooit vrede bereiken. Tot u sprak Thierry Baudet. En niet ergens in een achterafzaaltje met een paar dronken studenten. Nee, vanaf het spreekgestoelte van de Tweede Kamer. Zoals wie lui is, nooit gelukkig kan worden.
He, gelukkig kun je worden als je 's morgens om 5:30 opstaat, weet je wel. Even heel snel een douche, kinderen uit bed haalt, kinderen ook even douche, tanden poetsen, jij ook tanden poetsen. Ontbijtje maken, eet je ontbijt op, allemaal even ontbijt, neem je ontbijt. En dan de kinderen naar de school brengen, allemaal daar iedereen in de file gaan staan, naar je werk rijden, daar aankomen. Beetje naar boven schoppen, een beetje naar beneden slijmen. De smiddags bij de koffieautomaat en de soepautomaat. In de file naar huis, kinderen van de naschoolse opvang halen. Nog even een maaltijdje laten komen, of zelfs zien elkaar van ze uit een pakje. Kinderen voorlezen. Leeft er nog langer gelukkig in bed met die app. Even met de televisie. Ja. Dat zijn de geluksvogels. Zo zal wie sentimenteel is nooit de vrede bereiken. Nee, de vrede wordt bereikt. Jij daar, ik hier. Hier is de lijn. En jij niet nodig. Daar, hier, daar. Kijk, dat zijn de vredestichters. Het is toch ongelooflijk dat wij in ons land iemand hebben die in de Tweede Kamer zit. Of nog met 2 zetels, maar met een voorspeld aantal van boven de 15. Dat iemand is die kan zeggen dat de klimaatcrisis, dat een religie is. Dat onzin is, dat het ons 1.000 miljard euro gaat kosten. Dat kan hij zeggen. En er is eigenlijk niemand die daar. Hij kan bijvoorbeeld zeggen dat de vrouw achter de aanrecht moet en zich niet moet bemoeien met de economie van de mannen en de mannenwereld. En zij moet de kinderen opvoeden. Kan hij in Nederland zeggen. Kan hij zeggen. Dus hij kan bijvoorbeeld zeggen dat biodiversiteit. Waarom zou je de zaken nodeloos ingewikkeld maken? Dan heb je een arend en een sperwer en een buizerd en een vink. Waarom niet gewoon vogel? Dat is toch veel simpeler? Nou ja, iedereen die het in Nederland zou zeggen, hij doet het! Hij doet het! Hij heeft gezegd dat de kunstenaars, de journalisten en de wetenschappers ons land in crisis hebben gestort. Hij zegt het! En hij wordt niet gecorrigeerd. Niet door de wetenschappers, niet door de journalisten. En het gaat maar door. Het is toch ongehoord dat wij die Thierry Baudet maar laten gaan. En niemand reageert. Terwijl als iemand als Greta Thunberg 2 keer iets gezegd heeft over het milieu, dan kijken we elkaar aan van, dan beginnen we haar al te wantrouwen. Hoe kan dat? Hoe? Kijk, hem neem ik niks kwalijk. Hij is een lege huls. Hij heeft gewoon. Nee, zijn lege huls is niks. Hij is een man oneigenschaften. Maar iemand anders, die stopt het erin. Wie is dat? Theo Hiedema. Dat zou kunnen. Ja, die kans bestaat. Theo Hiedema is de kwaadste niet, hoor. Nee, Theo Hiedema is de kwaadste. Nee, Theo Hiedema is de kwaadste niet. Ik heb het wel gezegd net, maar Theo. Leuke man. Leuk tenminste, dat vindt Theo Hiedema zelf. Ik denk niet dat er iemand in Nederland is die Theo Hiedema leuker vindt dan Theo Hiedema zelf. Theo Hiedema vindt zichzelf de leukste man van Nederland. Ik zet het expres eventjes breed neer om ongehoord Nederland op dit moment in de huiskamer even de gelegenheid te geven om de triomf van de vrijheid van meningsuiting gestalte te geven achter hun laptop. En dat is namelijk de jijbak. En dan kunnen ze zeggen van, de leukste man van Nederland, Theo Hiedema, dat moet jij zeggen! Kijk, ik heb tenminste geen zelfspot. Zo. Ja, zelfspot, dat vind ik wel zo'n beetje het allerijdelste wat er bestaat. Dan vind je jezelf zo verschrikkelijk goed, dat een ander ook niet eens kritiek over me, dat doe je zelf wel. Nou, dat is wel narcisme. Zo zout heb ik ze niet gegeten. Ja, nou ja, die ongehoorden die zaten ook achter mij aan. Hè? Die zaten achter mij aan, want ik maakte te gratuite grappen, weet je wel. Te gratuite grappen, zoals over Van Vollenhoven. Ja, dat vinden ze dan gratuit. Zulke dingen moet je ook eens een keer zeggen over de islam. En dan moet je ook eens een keer zeggen over de profeet. En dan moet je ook eens een keer een cartoon over. Ja, kijk wel uit, zeg. Ik kijk wel uit, ik ga toch niet de martelaar spelen voor hun armzalig gevecht voor de vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, die Fortuyn die heeft gezegd 20 jaar geleden, hè, ik zeg wat ik denk. Ja, maar dat begint met denken.
er zit nog zo'n kriebus bij die Forum voor Democratie. Een jurist, niet alleen jurist, filosoof ook nog. Filosoof. Nou ja, dat hou je toch niet voor mogelijk. Dat die man dat laat gaan. Dat jurist, hè. En van de oudste universiteit van Nederland, hè. En je begrijpt Leiden niet dat ze tegen die jurist niet zeggen... luister eens, als jij het eens bent met wat daar gekweerd... dan kunnen we je gewoon hier niet handhaven, want dat is kletskoek. En dat dulden wij aan de universiteit niet. Wij wilden dubbelblind gecontroleerde wetenschap. Dus laten we elkaar... En intussen, de rechterlijke macht in Nederland schuift ook op, hè. Die schuift gewoon mee. Oeh, want we zijn zo bang dat we zo... Oeh, we zijn zo bang. Want de straffen zijn zwaarder geworden. Straffen zijn zwaar, terwijl alle rechters weten, iedereen weet, heeft geen zin. Toch, om zeg maar die groep, die 25% ongehoorde reactionaire, om die anders worden ze boos. Is deze man die heeft een Kamerlid bedreigd, die heeft 10 jaar gevangenisstraf gekregen. Er is een Kamerlid, heeft een hele bevolkingsgroep willen deporteren. En die wordt vrijgesproken. Op een vormfout waarschijnlijk. Ons land. Hoe heet die man nou? Ik kan niet op zijn naam komen. Die van Eerste Kamerfractievoorzitter. Ik heb een ezelsbruggetje, is ook zo stom. Stomme van een ezelsbruggetje, als je niet weet wie de ezel is, ja, dan heb je ook niks aan het bruggetje. Het is toch wel iemand die het weet hier? Wat? Kliteur, natuurlijk! Waarom zitten er mensen altijd achteraan die het weten? Dat snap je niet. Kliteur, dan weet ik opeens het ezelsbruggetje ook weer. Limo verliep een beetje moeizaam naar die vraag over het samenwonen. We gingen nog wel eens een keer appen. Ik zal u één zo'n app-conversatie voorlezen. Opa, wat gebeurt er als ik de man van mijn zuster neersteek? Dan kom je in de gevangenis, Limo. Wat is er met die loverboy gebeurd? Appte ik terug. Daar is ze mee getrouwd. Hij heeft haar zwanger gemaakt. Nu slaat hij haar nog harder. Appte hij. En ik appte terug. Dat is je geweten, Limo, dat opspeelt. En hij appte terug. Opa, wat is geweten? Ik zei, nou ja, schreef ik, dat is een soort kompas. Een kompas wijst het noorden aan, waardoor je ook weet... wat het zuiden, het oosten en het westen zijn. En dan kun je zelf een richting kiezen, zo is het bij het geweten ook. Als je weet waar het kwaad zit en je wil naar het goede. Maar opa, als mijn geweten dan werkt en ik volg mijn geweten, waarom moet ik dan naar de gevangenis? Goeie vraag. Dus ik appte terug, nou ja, je hebt een persoonlijk geweten en dat moet voldoen aan de gemeenschappelijke norm. En die gemeenschappelijke norm is vastgelegd in wetten. En toen appte hij terug, sharia, met een vraagteken. En toen zei ik, ja, zoiets. Appte ik, zoiets. Alleen bij ons worden wetten door mensen gemaakt en zijn daardoor bij de tijd. Ik weet genoeg, appte hij. Hoezo, appte ik. Ik ga weg, appte hij. Waarheen, appte ik. Gaat je niet aan, appte hij. Doe geen domme dingen, appte ik. Als ik niet bij jou kan wonen, heb je ook niks over me te zeggen, appte hij. Kom langs, appte ik. En die kinderen, die kinderen zijn zwaar getraumatiseerd. En dat is niet de enige, zo'n beetje 25% van de Nederlandse jeugd heeft een traumatische ervaring of is al getraumatiseerd. En er staan steeds minder hulpverleners tegenover. Er komen per jaar 1 miljoen Nederlanders bij de psychiater. We slikken met elkaar tenminste 750.000 Nederlanders verslavende, verdovende middelen. Het land is doodziek, maar we moeten door. We moeten door. Kinderen kunnen het niet meer opbrengen. Kinderen kunnen niet meer mee. Kinderen haken af, kinderen krijgen ADHD. Het bestaat helemaal niet, maar ze krijgen het. Er zijn farmaceutische bedrijven die hebben ontdekt dat er bepaalde delen van de hersenen verdoofd kunnen worden. Het enige wat ze nog moeten doen is er een ziekte bij zoeken.
zodat ze het als een medicijn op de markt kunnen gooien. We worden volkomen... De mensen gaan ook niet meer naar de dokter. Want wat heb je eraan? Vroeger, als wij naar de huisarts gingen, dan kreeg je van de huisarts mee. Ik ging met een ziek kind, kreeg je van de huisarts een placebo. En 3 dagen later was het kind beter. Maar nu krijg je een verwijsbriefje en kom je ergens op een wachtlijst te staan. Ouders gaan zelf beunen op het internet. Ik zat op een ADHD-site. En de afdeling diagnose. En dan las ik, onze dochter zit tijdens de paardrijles achterstevoren op haar paard aanwijzingen te geven aan het ruitertje achter haar. Heeft zij ADHD? Het antwoord was, heeft u wel eens gekeken naar het ruitertje voor haar? Zit hij ook achterstevoren op het paard? In dat geval lopen de paarden waarschijnlijk achterstevoren. Maar hoe kunnen we dat nou doorbreken? Want die kinderen, die krijgen kinderen. En die krijgen kinderen omdat ze die ouders nadoen. Dus als je werkelijk iets wil veranderen, moet je terug naar de kern, naar de bron, naar het begin. Seksuele voorlichting. Seksuele voorlichting. Ouders kunnen hun eigen kinderen niet seksueel voorlichten. Dat is onmogelijk. Een kind kan zich niets afschuwelijkers voorstellen, niets weerzinwekkenders voorstellen dan de seksuele praktijk van hun ouders. Voor een kind is niks verschrikkelijkers dan hun blote vader bovenop hun blote moeder te zien liggen. Of omgekeerd, dat hun blote moeder bovenop hun blote vader ligt. Of dat hun blote moeder 180 graden gedraaid bovenop hun blote vader ligt. Of dat hun blote moeder, zeg maar, met haar handen op de rugleuning van de kaptafelstoel zo naar achteren staat en dat die vader er dan bloot achter komt staan en over haar heen naar de haarborstel begint te reiken. Of dat die vader met zijn benen zo over de heupen van die vrouw en dat zij probeert, dat kinderen kunnen daar niet tegen. Voor ouders is het onmogelijk om hun kinderen seksueel op te voeden. En wat deden wij in de jaren 80? Wij ruilden met de buren. Wij ruilden met de buren. Kinderen van de buren stonden bij ons en onze kinderen waren bij de buren. We hadden van tevoren even afgesproken wat we zouden hanteren aan woorden, even de terminologie. De buren waren types van plassertje en gleufje. Ik geloof dat de buurvrouw zelfs spelonkje zei. En wippertje. En mijn vrouw en ik waren meer van copuleren en van penis en vagina. En dat vonden zij te wetenschappelijk. Dus we hebben het uiteindelijk afgemaakt op kut, lul en neuk. En mijn vrouw stond in de kamer, poedelnaakt daar. Ja, en ze heeft er geen enkele moeite mee, want een goddelijk lichaam heeft ze ook. En ik stond erbij, bij gebrek aan een erectie had ik zo'n aanwijsstok had ik in mijn hand. Ik zal u de details verder besparen. Op een zeker moment, na zo'n maand of 3, gaat de bel. En ik loop naar de voordeur en ik doop, staat de buurman. Wat hebben jullie tegen onze kinderen gezegd? Ik zeg, hoezo? Nou, die dochter had al 2 abortussen achter de rug. En die zoon, die wou hun dochter worden. Ik zeg, nou, kom even gauw binnen. En wij hebben even een bakkie. En we hebben een leuk gesprek. En nou ja, na een half uurtje laat ik hem weer uit. En 2 weken later is hij bij zijn vriend gaan wonen. Ik werd gebeld door de EO. Ik werd gebeld door de EO. En als de EO belt, weet ik, dat kan geen toeval zijn. En ik reed met een taxi, reed ik naar het Mediapark. En het was een heel toestand geweest, want ze hadden me gevraagd. En het is altijd vervelend. Ik vroeg, wat is het? Wat voor programma moet je altijd als eerste vragen? Want je bent, als ze je vragen, dan is er niemand belangrijker dan jij. En zodra je daar achter de microfoon zit, is het van, zou u kort willen antwoorden op de volgende vraag? En daarna zou u af willen ronden. Dus het is echt niet zo geweldig. Dus ik zeg tegen mevrouw, ik heb hem gezegd, ga nou maar, zegt zij. Misschien houd je er iets aan over voor je nieuwe programma. En het zou gaan over onderwijs. En dat is toevallig, is onderwijs mijn, ja, op dit moment denk ik wel zo'n beetje het belangrijkste onderwerp. Want dat gaat helemaal fout. Dus ik zit mij in die taxi voor te bereiden. En opeens gaat mijn telefoon. En ik kijk. En ik zeg, godverdomme. En die chauffeur zegt, we zijn wel op weg naar de EO. Hè? Ik zeg, telt het nu dan al?
Limo. Limo die appt mij een berichtje. En dat is nogal verward. Ik zeg, waar ben je? En ik krijg een paar letters te zien. Al. En ik weet genoeg. En ik wil iets terughappen, maar mijn telefoon is dood. Hij is toch naar zijn zuster gegaan in een vluchtelingenkamp. In Oost-Noord-Syrië. Waar 70.000 moeders en kinderen zitten. Waar een groep zwarte kraaien loopt, zwart gesluierde vrouwen rondloopt. Die hun medekampbewoners vertellen dat ze zich aan de sharia moeten. En er zijn kinderen van wie de armpjes, kinderen die honger hebben, die moeten slapen in een tent. Nu weet ik zeker dat de EO, dat het geen toeval is. Ik moet hier vanavond op de radio iets over zeggen. Nou, rustig. Niet meteen dat ongeleide projectiel. Niet meteen dat iedereen zegt, ja, dat weten we, dan heb je hem weer met zijn... Probeer je nou eens een keer rustig. Denk goed. Eerst over het onderwijs beginnen. Daar weet je veel van. Eerst over het onderwijs. Dus ik kom binnen, ik geef de presentatoren een hand. Ik geef de andere panelleden een hand. En ik ben na enige tijd aan de beurt. Ik zeg, dat onderwijs. We moeten ophouden met die leerplicht. Ophouden met die cijfers en die letters. We moeten gewoon met de kinderen naar een sociale hiërarchie. Opvoedplicht tot je tiende en daarna ga maar eens verder kijken. Kijk, het probleem is, dat wat ik even wil zeggen op dit moment. Want we zijn hier bij de EU. En op weg hier naartoe krijg ik een telefoontje van mijn pleegkleinzoon. En die zit in een kamp in Noord-Oost-Syrië. Waar 70.000 vrouwen met hun kinderen zitten. En daar zitten ook Nederlandse vrouwen en Nederlandse kinderen die dolgraag terug willen. En wij weigeren om ze op te nemen, omdat we bang zijn dat het terroristen zijn. Maar we hebben een naaste plicht. Zit ik hier niet bij de EO? Ik weet dat jullie voor de Yezidis opkomen. Heel goed, maar het is niet zo dat je naasten hebt en mindere naasten en betere en meerdere naasten. We moeten voor alle naasten opkomen. We moeten die mensen terughalen naar ons land. We gaan even naar Arnhem, waar Andy Houtkamp bij Vitesse Pek Zwolle zit. Kom er maar in, Andy. Ja, we zitten hier in de Gouden Dom en er is hier sprake van een strafschop. De VAR is even bezig om te kijken. De spelers van Pek zeggen dat het geen strafschop is. De spelers van Vitesse zeggen dat het wel degelijk een strafschop is. En de scheidsrechter doet net of die van het invalide toilet komt. En als het lang geduurd heeft, loopt hij even naar de zijkant en die kijkt daar op een monitor. En hij maakt het bekende carré-gebaar en wijst naar de strafschop. Strafschop voor Vitesse. Scheidsrechter legt de bal neer, loopt in het kader van het protocol naar de keeper. En zegt tegen de keeper, dit is de doellijn. Je blijft met beide benen op de doellijn staan, totdat de bal in beweging is. En dan mag jij bewegen. Duidelijk, wanneer mag je bewegen? Als de bal in beweging is. Prima, goed zo. Hij legt de bal nog een keer goed, loopt het beeld en gaat dan naar achteren en blaast op zijn fluit. Strafschop wordt genomen. Rechter benedenhoek, keeper tikt de bal uit de rechter benedenhoek. Brian Linssen, Vitesse komt aangelopen, tikt de bal over de keeper in doel. 1-0 Vitesse, spelers lopen juichend weg. Terug naar de stuur. Ho, wacht even, er is iets aan de hand. Scheidsrechter maakt het gebaar. Kennelijk is de keeper of te vroeg bewogen of zijn de spelers te vroeg het strafschop. We gaan even kijken wat de VAR beslist. Hij gaat even aan de zijkant gaan en hij komt terug en hij maakt het gebaar. Strafschop moet worden overgenomen. Scheidsrechter loopt naar de keeper. Is protocol, moet je altijd doen. Keeper ziet hem aankomen en zegt, ja, nou weet ik wel. Hou je brutale mond, jij. Scheidsrechter haalt de gele kaart tevoorschijn. Gele kaart. Loopt terug. Legt de bal neer en zegt tegen iemand, één speler hier, helemaal links. Luister, die mag pas het strafschopgebied, deze lijn mag je pas over als de bal in beweging is. Is dat begrepen? Goed. Ik zeg net tegen je collega dat je mag pas gaan lopen over deze lijn als de bal in beweging is. Duidelijk? Goed. Ik zeg net tegen die twee mannen hier. De bal wordt nog één keer door de scheidsrechter neergelegd en nog één keer door de speler die de strafschop moet nemen, Matas. Wordt hij nog één keer gelegd zoals hij graag wil dat hij ligt. Scheidsrechter blaast zijn fluit. Bal in de linker bovenhoek. Keeper in de rechter benedenhoek. 1-0 Vitesse. Terug naar de studio in Hilversum. Gaat uw gang, meneer de jongen. Ik zeg, ja, maar wacht eens even. Kijk, die VAR was bedoeld om zeg maar de emotie uit die beslissing te halen. Om een rationele beslissing te nemen. Een duidelijke beslissing, zodat de discussie niet meer... Maar er is alleen maar discussie bijgekomen. Ik denk dat er nog een VAR moet komen. Hierbovenop, de VAR
de VARO, de Video Assistant Robot. Een kolossaal geheugen, kolossaal. En in dat geheugen gaan alle algoritmes van alle voetbalsupporters ter wereld, gaan allemaal in dat geheugen. Alle spelregels gaan erin. Alle spelsituaties doen. Alles wat gebeurt is wat je kan. Allemaal de algoritmes van de bestuurders, van de trainerstaf, van alle delen. Zodat je bij een bepaalde situatie op de knop, dat is de beslissing, klaar uit. Zo doen we dat bij de belasting al jaren. En ik loop mokkend weg. Ik heb het wel gehoord. En ik heb iets in mezelf te mokken. Ik ben benieuwd. Als Jezus terugkeert op aarde, dan is het op vrijdagavond in dit programma, of die ook wordt onderbroken door Andy Houtkamp. Niet dat ik mezelf wil vergelijken met Jezus natuurlijk. Dan krijg ik weer een, dat moet jij zeggen. En ik raak verdwaald. Ik heb een verkeerde deur genomen. Ik loop opeens op een afdeling van de NOS. Die ik overdag ook wel eens heb gezien. En daar staan 200 tafeltjes met op ieder tafeltje. 2 monitoren en 2 keyboards. Tegenover elkaar zitten daar 2 mensen. In totaal 400 mensen tussen de 25 en de 35. Die zo tussen de 25 en 35 verdienen. En die zitten daar hele dag zitten die daar naar internet te kijken en die zitten daar kleine berichtjes te vissen, te zoeken. Kleine geinige roddeltjes of leuk verhaaltje of wonderbaarlijke reddingen of grote toevalligheden of politieke gebeurtenissen. En dan gaat allemaal naar redacties van radio en televisie. En dan zeg maar, het is één grote lachfabriek. Kinderen die struikelen en dan zo in een cirkel zag vallen. En dat je van die dingen waar je echt op in staat. En wat ook altijd zo vreselijk, kleine dieren, die grote dieren verschrikbaar. Dat zo, dat je opeens dat er zo'n tor dan aankomt en hoe doet. En dat dan een olifant. En dan zitten ze de hele dag dit totale reactionaire geestdodende op geen enkele manier inventieve werk te doen om maar in godsnaam die 25% ongehoorde reactionaire niet de indruk te geven dat de publieke omroep een linksbolwerk is. Er is toch werkelijk. Daar gaat ons goede be- Flikker die troep van die tafels. Laat die kinderen brainstormen. Laat ze denken over een nieuwe wereld. Een nieuw geluid. Een fris geluid. Hoe treden we de... Ik loop over het terrein van het Mediapark. Wat toch werkelijk de talentenfabriek van Nederland zou moeten zijn. En opeens lichten daar 3 letters voor mij op. M-A-X. Ik vertrek. Ja, zo de bieden op alsjeblieft. En laat je nooit meer zien. We zijn er bijna. Ja. Brett en Beck. Beck en Brett. Holland! Maestro is ook zoiets. Ja, is niet van Max, maar het zou van Max kunnen zijn. Maestro! We hebben het beste symfonieorkest ter wereld. We hebben een van de mooiste concertgebouwen ter wereld. Hebben we de beste dirigent ter wereld? Gaan we met 2 miljoen mensen zitten kijken naar een slechte uitvoering van de ochtendgymnastiek? We staan, ja. Er zitten 40 beroepsmuzikanten zich dood te generen, maar ja, die moeten ook een boterham hebben. En de subsidies zijn toch maar, zeg toch maar. Weet je nog dat Pim Fortuyn zei dat de islam een achterlijke beschaving was? Kun je nog herinneren? En dat was in 2000. Nou, we zijn hard op weg ze voorbij te steven.
is ongelooflijk. En dan is er nog een wedstrijd ook. En dat vind ik het allerwonderlijkste. Halverwege de uitzending krijgt iemand opeens zomaar 50.000 euro. Dat is van de postcode. Je snapt het niet. Er is nog zo'n ding. Nog zoiets van Max. Kan ik nou even niet zo... Kom. De geheugentrainer. Dat ik die nou gewoon vergeten. Hoe is het mogelijk? De geheugentrainer. Altijd gehoopt dat Jules Deelde die nog een keer zou presenteren. Ja, dat had hij geweldig gedaan. En denk die Jan Slachter, dat is de baas van Max. En er is verder ook niemand die daar iets te zeggen heeft. En dat is een geweldige man. Want hij krijgt zijn zin. Hij weet mensen aan zich te binden. Hij heeft jaren achter iemand aangezeten. Jaren. En die zei, nee, ik doe het niet. Nee, ik blijf in de commissie. En hij bleef maar aanhouden. En geld speelt geen rol, zei hij. Geeft desnoods uit eigen zak. Zwart maakt niet uit. En uiteindelijk heeft hij hem, nou een maand geleden, heeft hij hem weten vast te leggen. En zijn naam is... Piet Paulusma. Piet Paulusma. Nog een weerbericht. Nog een weerbericht. Piet Paulusma. Ik weet dat ik er nog één moet zeggen, maar ik zou niet weten welke. Ik ben hem even helemaal kwijt. Even kijken, misschien... Heb ik hier aan de zijkant een dingetje liggen. Oh ja, dan weet ik het weer. Droomhuis gezocht. Hoe is het mogelijk in deze tijd waarin zo'n 100 tot 120 miljoen mensen op de vlucht zijn, blij zijn als ze hun kinderen onder een stroodakje, een golfplaat of een takkenmatje kunnen leggen. Dat wij op onze nationale publieke omroep, gesubsidieerd uit belastinggeld, dat we daar een programma presenteren dat Droomhuis gezocht heeft. Deze beschaving wordt natuurlijk ook op een zeker moment opgegraven. Je moet er toch niet aan denken. En ik sta hier natuurlijk als de white superior stand-up comedian. Ik bedoel, ik heb mijn grappen weer gemaakt. Hè. Vroeger had je onschuldig leedvermaak, dat bestaat niet meer. Het is allemaal schuldig leedvermaak geworden. Vroeger had je dingen die heilig waren. Niets is ons meer heilig. En daardoor is ook niets meer schijnheilig. Ik ben ook schuldig. Ik vertik het gewoon om iemand in huis te nemen. Die daar recht op heeft misschien wel. Ik kan niks anders dan aan het eind van de avond... wensen dat... In het nieuwe jaar dat nu voor ons ligt, 2020. Dat iedereen op deze wereld, maar dan ook iedereen, het droomhuis vindt dat hij zoekt.